Hey, Koen hier van kangids.nl. Leuk dat je in deze video kijkt en in deze video ga ik uitleggen dat ik net recht ben gegaan, maar ook tegelijkertijd al hersteld heb. En het gaat om GoChain. En ik had net getypt, leergeld inderdaad, van recht gegaan voor mij doen, want dat hoort er ook bij, te enthousiast. Ik ga het zo meteen vertellen hoe ik de ervaren heb, hoe het ging. Te overweldigend en wel met GoChain. Ik ben nu zelfs trouwens live aan het traden, want ik kreeg net een big jump. Dus ik ben aan het herstellen en proberen dus meer coins te krijgen. Dus dat heet scalpen. Dus, maar goed, ik was aan het traden vanmiddag. En als je die op de 30 minuten trade, heet die 7,82. Ging die hier aanraken, maar daar was ik al te laat mee. Toen kwam ik er pas achter. Dus ik zat er al in. Ik had al een paar mooie trades gemaakt, zoals ik hier ook al zei. Ging vol erin, daarvoor een prachtige trade. Oh, leerschool, grootste fout weer in 2 à 3 weken. En het overkomt iedereen, Jamie, inderdaad. Dus ik was er aan het typen op Telegram. Ik denk, ik maakte gewoon direct een video over. Dus ja, hoe je echt de mist in kunt gaan, voor mij doen in ieder geval. Het gaat nu niet om duizenden dollars of zo, maar het was wel even waar ik denk van, jongen, Koen, daar had ik beter bij kunnen zijn. Het ging hierom, oh, de 7,77. Ja, hij stond voor mij iets hoger. Hij stond voor mij op 7,80, hij heeft hem verlegd nu, maar het ging hierom. Hij werd al een paar keer, elke keer weggekocht en ik had hiervoor al elke keer mooie trades gemaakt. En hier lag 500.000 en 800.000 nog. En hier nog eentje erachter stond van 500.000. Maar dat werd in één keer weggekort. Hij was al mooi aan het... dus zoals je hier ziet, echt dikke candle. Koop candles, buy others. Nu staat de candle trouwens op 30 minuten. Dit is de Binance Exchange trouwens. En de advanced versie. Met de RSI indicator aan. En een MMA. Of de MA. Maar goed, ik was hier dus mee bezig, joh. En ja, en ik denk, het werd weggekocht. En toen gebeurde er wat. Ik kreeg telefoon, dacht ik. Of ik moest even wat doen. Dus ik was niet opletterd. Dus ik denk, ik pak het gewoon. Ik klap er ook erin. Ik had op, in dit geval, 7,79 gekocht. En toen, heb ik het gewoon verknald. En toen was ik even hele andere dingen aan het doen. In een kwartier of een half uur tijd. En toen ging die pof. Nou, dan was ik, dat vertel ik hier ook wel. In een half uur ging er zo even 20, 30 satoshi af. En als je daarna gaat, of 25 satoshi. Maar als je daarna gaat, als je bijvoorbeeld in 100.000 stuks doet, of 200.000 of 300. Ja, dat gaat heel hard dan, hè. Ook coins die gewoon min 30 gaan, of plus 50%. Dat kan echt met crypto. Dat zijn echt mijn ervaringen. En ook nog even een tip voor jou als kijker nu naar deze video bijvoorbeeld. Ik dacht ook in het begin, de eerste half jaar denk ik, gewoon lekker coins kopen 's avonds en dan de volgende dag lekker wakker worden. Maar dat was heel vaak niet lekker wakker worden. Je ging gewoon kats op je bek, laten we het zo maar zeggen. Dan denk je van, oh, weer dom. En daar leer je gewoon van. Want als je 3 keer doet, 4 keer doet, 5 keer, misschien heb ik het wel 10 keer moeten doen bij wijze van spreken. Maar ik wil er alleen maar mee aangeven dat je dan... Ja, je moet gewoon echt vallen. Ook met traden, met daytraden. Je moet er ook tijd voor hebben. Er komen heel veel dingen bij kijken. Indicators helpen wel. Maar ook zoals op gevoel. Soms heb je het helemaal... soms zie je gewoon alles in één keer van een paar miljoen. Net zoals laatst bij ADA zag ik in één keer iets van... Volgens mij iets van 700 BTC of zo. Ja, dat zijn bedragen. Dat is 5 miljoen zo wat er even neergelegd. Dus ja, dat klopt de hele technische analyse niet meer op dat moment. Dus ja, er gebeurt van alles. Maar zo kun je dus ook rek gaan. Maar hoe ik dit had kunnen voorkomen, die fout, even op terug te komen. Ik had bijvoorbeeld een stop los moeten zetten. Ik had het gekocht op bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld. Ik had op 7, ik had nog hoger. Ik dacht, hij gaat gewoon door die miljoen, door die 10 BTC. Ik had bijvoorbeeld dus op, toen stond hij dus op 7,80. Ik had het bijvoorbeeld op 7,75. Heel simpel dingetje. Altijd, maar ik had dus al een mooie trade. Ik vertel je ook netjes van ik heb al was gewoon overweldigend. Ik had al mooie trades alles gemaakt, maar ik had dus even voor je beeldvorming in stop loss moeten maken. Had ik hierin kunnen stellen, dus 5 zeg maar dat je doe maar gewoon 100 omdat ik een daytrader ben. Stop limiet
Nou, ik moet zeggen, ik ben stop bij even kijken. Als die, even kijken, deze is 7,75. En dan de limiet waar die voor zou moeten verkopen, bijvoorbeeld, had ik moeten zetten, gewoon heel simpel, op 7,70. En dan had ik gewoon amount moeten doen. Nou, als ik veilig werd, dan wist ik zeker dat ik bijvoorbeeld van maximaal 1% ging verliezen. Echt, ik baal ervan, maar daarom ook deze video gemaakt. Ook gewoon weer te inspireren. Ja, dat soort dingen. Ik wil dat gewoon kwijt. En misschien voor de volgende keer ga ik wel mezelf opnemen. Dan wat serieuzer, gewoon aan een tafel met een bak koffie. Dat ik het vertel, hoe je dat met mijn uitdrukking ook kunt zien. Dat je een beeld erbij hebt, dat je daarvan leert. Ik baal er gewoon van. Het gaat niet om een wereldbedrag nogmaals, maar gewoon, ik weet wel dat ik weer goed op mijn bek ben gegaan, zeg maar, en dat ik daar weer van geleerd heb. En dat is eigenlijk wat ik wil meegeven. Je moet gewoon doorgaan en geloven in jezelf en van fouten leer je. Hoe vaker je ze maakt, hoe beter je erin wordt de volgende keer. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken van deze video. En als je nog lid wil worden van het forum.coinrits, dat is ondertussen al meer dan 1300 leden, dan kan dat ook. Maak even een account aan. En dan kun je rechtsbovenin lid worden klikken. We krijgen helemaal nog een nieuwe layout ook daarvan. Helemaal een nieuwe opzet. Dus, maar het is nu al super druk. Wat veel mensen elkaar helpen met minen, blockchain, wallets. En natuurlijk de Telegram van CoinGids Community. En bedankt voor het kijken van deze video. En dan zie ik je in de volgende video. En natuurlijk niet te vergeten te abonneren en een duimpje omhoog. Hoi hoi.